misvatting is dat mensen te veel denken soms dat het een modeverschijnsel is en dat het zich vooral aan de buitenkant afspeelt, terwijl het eigenlijk echt een innerlijk gevoel is dat niet in hokjes te plaatsen is. Ik ben Bert, ben 22 jaar, ik studeer sociaal-cultureel werk en ik identificeer mijzelf als non-binair persoon. Het is niet makkelijk om dat te beschrijven, want dat is eigenlijk heel breed, dat is eigenlijk een spectrum. Maar ik leef non-binair op mezelf, omdat ik inga tegen dat mainstream denken van man-vrouw, omdat ik me niet echt man of vrouw voel. En daarin kan ik ook meer expressie vinden. Het is ook een deeltje verzet eigenlijk en het benoemen van eigenlijk het anders zijn dan de norm. Rond homoseksualiteit is er veel meer bekend. En daar was ik ook al op jonge leeftijd wel bekend mee wat dat was. Maar dan later zag ik op sociale media dat er nog heel wat mensen zijn, zoals mij, die ook experimenteren met genderexpressie. En dan ben ik dat eigenlijk ook gaan beginnen doen. En daardoor heb ik eigenlijk meer mezelf gevonden. Zonder de steun van mijn vrienden vooral en van mijn ouders zou ik eigenlijk nooit bereikt hebben waar ik nu sta. Nu voel ik me goed in mijn vel en nu durf ik mezelf zijn. Als ik geen rekening zou houden met de maatschappij, dan zou ik me veel vrijer voelen om te dragen wat ik wil. En zou ik ook vooral niet meer bang zijn. Ik zou beschikken over de vrijheid en hoe dat ik ook loop op straat. Dat maakt eigenlijk niet uit, het blijft gewoon ik. Door de onwetendheid die er vandaag nog te veel is, heb ik vaak nog de schrik om niet al serieus genomen te worden en misschien zelf uitgelachen of gediscrimineerd te worden. Ik kijk vooral op naar mensen in Brugge die tegen de stroom durven in te gaan, mensen die kritisch durven nadenken en mensen die zich eigenlijk uiten ondanks misschien mogelijke stereotypen. Zoals Maria Cleopatra, daar kijk ik al heel lang naar op, omdat dat echt een persoon is die zich durft te uiten, die echt durft aan expressie te doen. En zo voel ik mij toch veilig en gewaardeerd in de stad. Als queer persoon is het heel belangrijk of een stad veilig is of niet. Er zijn heel veel plaatsen in Brugge die al heel wat moeite doen, maar dat is helaas te weinig. Het is bijna utopisch om in Brugge aan safe spaces te denken. Een veilig stadsbestuur zou erop kunnen toezien om eigenlijk verschillende vormen van genderexpressie te kunnen beschermen. Voor veel mensen die mij niet kennen, ben ik nog een raadsel. Nog man of vrouw, of allebei. De angst voor het onbekende. Maar de onbekende, dat ben ik.